wat doe ik vandaag? Ik sta op natuurlijk, hè, als het goed is. En ik wacht tot As the World Turns is afgelopen. Dat is de enige soap waar ik naar kijk. En dan ga ik naar het Prislinghuis. De eerste gang is naar de koffiepot. Die zet ik soms al kloot. Naar de wc. Peukie. En dus de koffie de deur. Dus een kopje koffie erbij. Eerst de hond er nog een minuut. En dan kom je aankleden en zo. En dan sjouw ik hierin. En dan neem ik weer een kopje koffie in bed en neem ik check hier ook door. Dat kon ik zo opnemen, dat kan ik helemaal niet. Jawel, maar ik het verschrikkelijk vind. Jawel, maar. Hoi. Hoi! Hoe is het? Goed, niet goed. Niet goed? Nee, ach, we gaan stoppen. Ja. Niet leuk, hè, laatste keer. Nee, gaat verdarriba. Greyhard, vraag. Dat is. Nou, dit is de laatste keer dat we hier met ogen op staat zijn. Kunnen jullie geen vrijwilligers gebruiken? Een zachtje. Dat zal wel even gezellig zijn. Eén keer in de week. En dan kunnen jullie gelijk ook gewoon weer koffie drinken. Ik kan direct wel beginnen, ja. Ja? Ja. Nou, kijk eens. Één voor Grey. En een grote voor Kars. Ja. Gewoon. Oh, wat mooie kleur. Ja, pas precies, hè, bij de kapitein. Echt wel. Nou, geweldig toch? Nou, loop maar in mee naar de keuken. Goed. Nou, hier wordt alles gemaakt. De eierballen, de beerappen, slaatjes. Ah, die maken jullie allemaal zelf? Maken we allemaal zelf. Saté en uitsmijters hebben we natuurlijk ook. Dus er allemaal alleen of is dat? Ja, ja, samen met jongens, hè. Maar... Met jongens? Ja. En de maan zie ik daar staan. En mijn man. Ben je alleen van daar wachten? Ja. Ik ben alleen van daar wachten, ja. Nee, dat zou hoort dat is ook belangrijk. Ja. En dan gaan we met vaak met de wijkkrant bezig. Dan ga ik over op we. Want wij maken de wijkkrant. Proberen we tenminste te doen met een paar mensen. En die doen het nou, zeker wel al. Ja, Katie doet het even langer dan ik. Ik denk zeker wel tussen de 12 en de 14 jaar in al. We moeten in anders gewoon even lekker tuiten. En dan schuiven we onze hok in en dan gewoon even een spelletje doen. Of niet. Dat is wel ongelief. Hoe je de kop stoot natuurlijk. We hebben een koffiemorgen opgezet in het wijkservicepunt. Dat is hier net gekomen hierachter. En dat is bij de bibliotheek in, dependance van de bibliotheek. En daar zijn we mee bezig. En hoop dat er meer mensen komen natuurlijk. Ik heb heel snel door, en sowieso doen mensen dat heel snel tegen mij. Of tegen ons, moet ik eigenlijk zeggen. Maar dat ze bijna binnen de 10 minuten het hele levensverhaal vertellen. Hier mag je dus niet roken. Vinden wij heel erg. We hebben Vlaamse, we hebben een raspatat en we hebben gewoon een patat. En waar we het meeste verkocht? Gewoon en ras. Ja, toch niet wel. De Vlaamse, ik vind die Vlaamse. Ja, Vlaamse ook wel, maar niet zoveel. Nee. Niet zoveel als ras en gewoon een patat. Ah, bijvoorbeeld. Nou, kijk, dan zet ik het even hier neer. Ja. En dan pak ik zo een schep. Nou, dan gooi ik dat er voorzichtig in, dat het niet het vet allemaal omhoog spat, want dan heb je... Verbrande handjes, ja. Ja. Dat gebeurt me ook wel regelmatig. Als het heel druk is, ja, als het heel druk is, ja, dan moet het allemaal snel. Ja. En we zorgen ook altijd dat er niet te veel over is. Dus dan, want heel veel, dan zie je wel veel, dan gooien ze dat er weer bij in. En dat is dus niet zo lekker. Nee, nee. Ja. Dus we zorgen wel dat alles één keer gebakken wordt. Ja, precies. Mag ik hem één keer proberen? Ja, probeer maar. Je pakt gewoon een handje en dan gooi je er voorzichtig in. Zo? Of heb ik nou te veel? Ongeveer. Nou, zo ongeveer. Meestal zie je dat wel even als je met de lepel er doorheen gaat. Nee. En hoe lang wordt dat zo wat bakken daar? Of nou, een minuutje of 3, 4. Als het een beetje boven komt, dan... die lepel kan er gewoon in blijven zitten, hoor. Ja, het lijkt allemaal heel makkelijk, hè? Maar... Ja, maar kun je zo een bakje doorzetten? Ja, je kan ondertussen een bakje pakken. Die? Die, ja. Nou, wat wil je er graag bij? Mayonaise, pindasaus? Joppie. En dan druk je dan een paar keer op. Ver mogelijk eronder houden. Zo, nog een keer. Nog een beetje. Nog een beetje. Zo. Je moet toch een beetje nuttig maken. Zo ongeveer, hè? Nou, volgens mij heb je in één zakje genoeg voor één patatje. Ja, maar dit ligt in kantoor recht op spanning. Ik weet dat nooit wat ze hebben wilde. Dat duurt altijd heel lang. Ja, een beetje, hè? Ja. En ze neemt ook altijd hetzelfde. Dus waarom ze zo lang na moet denken, weet ik ook niet. Is dat gehoord? Nee. Ik moet een beetje zullen we even kijken? Nou, bijna. Bijna. Ja, zal mijn vinger dus in steken? Nee, ja. Waarom niet, lieverd? Dan mag ik me geen pijn doen. Nou. De rechterhand is een monitor in. Ja, dat is
kijk. We proberen zoveel mogelijk in één keer te pakken. Ja. En dan gooi je het daarin. Ze hebben moeite. Ga mee. Wat zeg ze? Zit nog meer in, hè? Oh ja, nou, zo meteen mag zij het even doen, toch? Ja. Yeah. Zullen we dat wel even zien? Zo. Niet te veel, want dat is leuk voor de bloedjes. Zal ik er even voor doen? Ja. En dan hou je deze een beetje tegen, dat je niet... Waar doe jij dat maar even? Dat is net wat voor mij. Oh, dan valt alles op de grond, zeker, hè? Echt wel. Oeh, een dikke bak, ze doen dat toch altijd? Ja, dat is waar. Ja! En dan doe je dat zo. €3,40 alstublieft. Oeh, god, gree, dan, okay, dan komen ze niet meer. Oh, nee hoor, grapje. Nou, ik woonde hier, toen was er eerst niet een keer achter de, nou, ik kon hier niemand, oh, echt niet. En toen hoorde ik dat ze hier vrijwilligers vroegen hier in de buurtrestaurant, hier in een buurtrestaurant zeten, hè. Dat was in 88, of 89, dat weet ik zo niet meer. En toen heb ik gewoon me aangemeld. En toen moest ik op een vrijdag moest ik beginnen om 4:30, dat weet ik nog best, nooit meer vergeten. Ik kon hier geen mens, ja. Ja, god, ik ben voor die tien wel 10 keer naar de wc geweest. Ik denk, dat wolf terechtkomt, weet ik veel. Nou, toen zat Katie door in 10 jaar. Nou, dat klikte meteen. Ja, dat klikte gewoon gelijk. Maar Grace is niet een type die zegt dat ze een vriendin heeft. En daar heb ik zo lang over moeten doen om te zeggen, Grace, we zijn kennissen meer. En dan zei ik wel eens, want dat is mijn vriendin. Ja, kennis, zei ze dan. Ik zei, kennis, dat is heel anders. En ik heb altijd een heel warm gevoel bij Greet, een dikke schaat. Ik ben heel wijs met haar. Ze lijkt af en toe heel hard, maar ze heeft een verschrikkelijk klein hartje. En ze is vrij eerlijk. Je weet wel waar je aan toe bent met haar. Ik wil er nog wel eens omheen draaien. Waar zij mij dan weer bij helpt. Maar ja, het is een... Een heel, heel fijn mens, als jij goed kent. Ja, het is een schaat. Een warhoofd. Een gehoot. Maar verder is ze wel lief, hoor. Ze houden dan ook eens een beetje in tommel, maar dan flapt ze er weer uit. Dan geef ik een schop onder de tobeldeur. En dan weet ze dat ze zich heel onmoor. Of een andere toonaarslommoor of zo. En ik vind ook van... Ja. Toen ik Katie in begin leerde kennen, was ze heel onzeker over zichzelf. Daar. Ja, hoe moet ik dat nou precies zeggen? Ja. Ze vond zichzelf niks. Maar oh, dan langs om aan, vooral toen we dan met de televisie bezig waren, dan zag ik haar echt groeien. Een beetje meer zelfvertrouwen en zo. Ja, gewoon. Maar ze is nog wel in goud. Dan is ze van mij ook nooit af. Maar verder is ze wel te pruimen. Ja. Wat wordt er eigenlijk van mocht, raspataat? Dat is water gemengd met aardappelmeel. En dat komt ook heel precies, dat moet heel snel en dan haal je de lepel eruit en dan is het klaar. Oh. Nou kijk, dit is dus een automatische. Dat is wel erg handig. Kijk, je kan hem op verschillende standen zetten. Ja, wat valt erin dan? Dit is de lengte, gaat om de lengte. Kijk, nou is de lengte 1,10 zeg maar. Ja. En als we dan het patatje zonder of met doen, dan zetten we hem op 90. Dat is dan net precies voor in het bakje. Nou, dan druk je op dat knopje. En dan is het klaar. En dan gooi je het erin. Oh. Met beleid, hè? Ja, anders doe je de lepel helemaal omhoog. Zo maak je het allemaal stukken, denk ik. Dat je toch niet helemaal weet, ja. Oh, nee, dat is het. Dat is de grote. Vrij roer. Deze maar even. Dus lijkt het een beetje weinig. Wat weer erbij? Pindasaus. Ja. Nog een keertje. Een beetje buikvlieg. Nou, dat is een vies lief. Nou, dan word ik gewoon zenuwachtig klaar. Ja, dan moet je nagaan als er dan 20 mensen in de zaak staan. Dat moet allemaal heel snel, hè? Dan liep ik weg. Dan ja? Ben ik maar weer een beetje rustiger daar. En dan vouw je hem dicht. Ja. Nou, dat lijkt ook heel makkelijk, hè?
En niet je erin chronisch krijgen. Nee, dat kan niet, want er moet wel een beetje lucht bij komen, anders wordt het slap. Kijk, dan doe je zo. Zo. Oh ja. En dan doe je zo. Dat kun je hier niet doen, Gregor, zo tegen de klant. Want dat, Ik had het allemaal zo. Oh, deze zo. Nou, volgens mij zag ik dat goed. En die kracht die je dan hebt met camera, dat is gewoon heel leuk. Dat is een kracht. Van Kim Binoog, iemand, ook met een televisieprogramma, vind ik die vertelt, niet over privéleven begonnen. Had er door een foto van zijn hondje stond. Nou, toen kwam het alles en het al goed. En dat was burgemeester was het dan. En dat vond ik zo mooi. Ik denk van, ach, dat ben ook maar mensen. En mijn hart ligt heel erg bij de mensen. Gewoon mensen. Ik hou van mensen. Hoe ze ook zijn, ja, af en toe dan ben ik ook wel eens kwaad bij iemand. Maar dat duurt meestal niet zo lang. Maar ik hou gewoon van mensen. Dat is leuk. Mensen zijn leuk. En zo werd ik door een mannetje, die kwam in het station, die is nog dik 80. En even, dit vond ik zo goeie wat hij zei, hè. Hij zei, je moet nooit spieden wat je gedaan hebt, zei hij. Je moet spieden wat je nog niet gedaan hebt. En dat vond ik een hele goeie. Ik moet er gelijk weer uit. Dat zou ik wel even zeggen als we weggaan. Nou, kijk. Hier is een bestelling voor jullie. Jullie weten nu hoe het moet. Dus aha, jullie mogen het even zelf proberen. Oh, wat ingewikkeld, ja. Zo, gaan wij lekker onze groef verwennen.